things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Oké, zullen we verder gaan? Ja, nou hoor. Nog een half uurtje. Dan kunnen we naar huis. Kunnen we naar de warme kap. Ja, het is geen doel zo. Maar goed. We hebben dus de roeping van Abraham. We hebben de belofte. De eerste keer dat de belofte aan Abraham gedaan wordt. Dan krijgen we dat verhaal dat Abraham in Kanaan komt. En dan is er hongersnood. Hij trekt naar Egypte. Dat verhaal is gewoon nog vrij bekend. Dan gaan ze Abraham en Lot uit elkaar, want ze hebben te veel vee en ze kunnen dat niet samen in een stukje land. En Lot kiest voor de Jordaanvlakte, rijk aan water, graslanden, ja. Bij Sodom en Gomorra. Maar dat was niet de beste gezelschap, om het zo maar te zeggen. En dan op het moment dat Abraham van Lot afgescheiden is, dat is het moment, hoofdstuk 13 vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als de stof van de aarde. Als iemand de stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Eigenlijk is dit, wat we net hadden, was eigenlijk al het tweede eeuwige eenzijdige verbond. Hè? De belofte die God deed aan Abraham in hoofdstuk 12. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, ik zal. Met geen enkele voorwaarde gekoppeld aan wat Abraham aan moet voldoen om dat tot stand te laten gebeuren. Dus ook dat is een eenzijdig eeuwig verbond. Dat betreft dus de zegen op hem en op zijn nageslacht. En dan zien we hier in vers 13 dat het nageslacht van Abraham de landbelofte krijgt. Dat gebeurt pas als hij afgescheiden is van Lot. God heeft een hele specifieke afstammingslijn op het oog. En als we Jezus zien als afstammeling ook van Abraham, dan kan je ook zeggen dat het land, het eigenaarschap van het land Kanaan, wat hij dus bekijkt, ook aan Jezus is gegeven. Jezus is ook de erfgenaam, de eigenaar van het land. Volgens een eeuwige, onvergankelijke belofte. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Dus je ziet ook wel weer een geestelijk principe, dat je de dingen die God je gegeven heeft, dat je die ook in bezit moet nemen. Jongens, het is geregeld, blijf lekker zitten waar ik zit. Nee, hij moet dat hele land gaan doorlopen. Hij moet zijn voedsel op iedere plaats zetten. Hij moet het in de lengte en de breedte. Dat is de reden waarom hij als vreemdeling, als zwerver daar rondloopt. Zodat hij overal komt in elk gebied wat God aan hem gaat geven. Maar hij moet het ook wel doorlopen. Dan krijg je het beroemde verhaal van de veldtocht van Abraham. De koningen van Sodom en Gomorra die komen in opstand tegen hun andere koningen die over hun heersen. Die worden verslagen. En Abraham die hoort dat die koningen Sodom en Gomorra verslagen werden. Dat interesseert hem niet zo. Maar dan hoort hij dat ook zijn broer Lot gevangen genomen is en tot slaaf gemaakt is en weggevoerd is. Dat ziet hij niet zo zitten. En met 318 man achtervolgt hij 5 legers van 5 koningen en verslaat ze allemaal.
Nou, het lijkt me toch wel een redelijk succesvolle militaire stratege of zo. Of het moet de zegen van God geweest zijn. Ja, natuurlijk. Ja, zeggen. En dan krijgen we dus opeens verschijnt daar Melchizedek. Nadat Abraham iedereen en alles teruggebracht heeft en met de volle buit aanwezig is. En er staat, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. Hier is dus Elohim El-Yun of zoiets. Die hemel en aarde bezit en geloof zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham geeft aan hem van alles een tiende deel. Nou, die Melchizedek die zien we dus vaak terugkomen in het woord van God en dan met name in de brief aan de Hebreeën. Maar de brief aan de Hebreeën die citeert dan weer een citaat uit de Psalmen, Hebreeën 6, moet ik daar eventjes naartoe gaan. Hebreeën 6 wordt dus beargumenteerd dat Jezus een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Ja. En dat hij dus geen priester is naar de ordening van de Levieten. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan en dat in het binnenste heiligdom. Niet dat in de fysieke tempel, maar in de hemel. Achter het voorhangsel, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Ik zit in Hebreeën 6, vers 20. 20. Oké. Ja. Dus Jezus, hier, dus als Melchizedek wordt geïntroduceerd, wordt er dus eigenlijk iets gezegd over Jezus, een kwaliteit van Jezus. En Melchizedek, het woord Melchi is koning en Zedek is gerechtigheid. Dus hij is de koning van de gerechtigheid en hij is koning van Salem. En Salem is een variant van het woord Shalom. Dus hij is ook de koning van Shalom, van de vrede. Hij is de vredevorst. En hij is priester. Dus hier zie je voor het eerst iemand geïntroduceerd die en priester en koning is. Later zie je in het onder de wet van Mozes dat het koningschap en het priesterschap strikt gescheiden worden. Die kunnen niet in één persoon verenigd worden. Maar in Melchizedek, oftewel in Jezus, kan het koningschap en het priesterschap wel verenigd worden. Hij is én koning en hij is én priester. De rol van de koning is eigenlijk de koning vertegenwoordigt God naar de mensen toe. Hij heerst over de mensen namens God. En de priester vertegenwoordigt de mensen bij God. En dat zie je als later bij Israël, als de priester verkeerd ging, als het priesterschap verkeerd ging, dan ging het hele volk verkeerd. Als het priesterschap goed was, dan ging het volk goed. Of ging het ook met het volk goed. Even doorlezen vanaf Hebreeën 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Er ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslavende koning en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. Dat is dus dat Melchizedek. Ja. En verder was hij ook van koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Nou, ik had het niet hoeven uit te leggen. Brea dacht daar. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegene uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen hebben wel volgens de wet de opdracht een tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders,
hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn, hij echter, die niet van hem afstamt, dus die niet van de Levieten afstamt, die Melchizedek, heeft van Abraham tiende genomen en heeft hem gezegend die de belofte gekregen heeft, gekregen had. Nu is het dus Abraham had de belofte gekregen en Melchizedek heeft hem dus gezegend. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tiende. Hier, dat wil dus zeggen de Levieten, de sterfelijke mensen nemen tiende van hun broeders, van de andere Israëlieten. Maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Dus omdat er niets over Melchizedek vermeld wordt, wanneer hij geboren is en waar die familie van is en wanneer hij gestorven is. Terwijl je voor dit verhaal hoor je van iedereen, van alle mensen, van nou, die werd geboren toen en hij werd zo oud en hij heeft nog zoveel jaar geleefd en ja, toen heeft hij een zoon verwekt. Weet je, van allemaal hoor je uit wie ze verwekt zijn en hoe lang ze geleefd hebben, oftewel wanneer ze gestorven zijn, maar niet van Melchizedek. En het is ook zo dat heel veel mensen toch zeggen van onder de genade is geen tiende meer. Ja. Kun je hieruit halen dat het nog steeds geld hebben. Ja. Maar niet als een wet, maar als een openbaring. Ja. Ja, dat zeg ik wel. Er was namelijk voor Abraham geen enkele verplichting om tiende te geven. Nee. Maar Abraham had door hoe het werkte met tiende geven. Ja. Hij begreep geestelijk wat je doet door tiende te geven. Maar dat komt straks misschien eventjes het stukje daarna. Genesis. Maar maak nog even dit over Melchizedek af. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daarna iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Dus Melchizedek. En om zo te zeggen, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader. Ik dacht toch dat Jacob zijn vader was. Maar hier wordt dus Abraham ook als zijn vader beschouwd. Hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Hier heb je dat verhaal dus, hè, dat hij dus Levi ook gezien wordt als zaad van Abraham. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaakte bereikt had kunnen worden, dat onder dit priesterschap had tot volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Die priester, dus die Melchizedek, of die priester Jezus, die is dat niet geworden op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En dat is weer dat citaat uit Psalmen. Even kijken, dat zou Psalm 110 kunnen zijn. Ja, Psalm 110. Dat is een hele leuke psalm. Die Jezus ook gebruikt om aan te tonen aan de Joden dat hij dus God is. Er staat dan, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van jeugd. De Heere heeft gezworen, hij zal er geen berouw van hebben.
U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Ja. Dus dat is het citaat wat in Hebreeën gebruikt wordt, omdat die verbinding hier gelegd wordt tussen de U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek, met regel 1, de Heere heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dat is duidelijk een profetie van Jezus, want Jezus is opgevaren aan de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, totdat al zijn vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Zo staat dat in Handelingen beschreven. Dus de jongens verzinnen het niet zomaar, die halen het gewoon uit de schrift. Ja. Uit Genesis tot, zij begrepen dat deze teksten daar over Jezus gingen. En dat Melchizedek dus op zijn minst een type van Jezus was. Er zijn allemaal mensen die eigenlijk interpreteren dat Melchizedek gewoon een verschijning van Jezus zelf was. Dat hij dus Jezus was. Ja. Kan allebei. Ja. De Bijbel is er niet zo 100% vind ik duidelijk over. Maar over die tekst, over die voetbank, want het schijnt dat als dan een koning geslagen was, dan moest hij bukken zo. Mm-hmm. En dan werden de voeten zo erbovenop gelegd, vandaar dat ook die tekst wordt gezet. Ja, ja. Dat is wel heel mooi beeld ervan. Ja. Dat is een mooi beeldspraak. Nou, Abraham geeft dus de tiende aan Melchizedek. En dat geeft hij omdat hij dus daarmee wil erkennen dat hij zijn rijkdom te danken heeft aan God. Erkent daarmee van, dat hij voor zijn rijkdom, voor zijn inkomen, voor zijn voorziening van God afhankelijk is. Dat zie je ook gelijk uit het contrast, want er staat, hij gaf van alles een tiende deel. Ik ben weer in Genesis 14 trouwens. Hè. En dan staat er onmiddellijk achteraan, want staat er niet zomaar onmiddellijk achteraan. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God, Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Dus hij herkent al dat God de eigenaar is van al die dingen. Dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dat contrast staat er onmiddellijk om duidelijk te maken dat Abraham voor zijn rijkdom echt begreep dat niet aan zijn eigen kracht of slimheid of wat alles te danken was, maar dat het echt de zegen van God was. En daarom gaf hij ook de tiende aan Melchizedek, om dat te erkennen. Wat degenen die met me meegegaan zijn, die niet onder die verbond, niet onder die belofte vallen, laat hun maar hun deel nemen van de buit. Maar ik heb daar niets van nodig, want ik weet wie mijn bron is. En dan staat er onmiddellijk achteraan, hoofdstuk 15, na deze dingen, welke dingen? Het verslaan van die koningen, het verbondsmaal houden met Melchizedek. Oh ja, dat had ik nog niet over gehad, want we zijn er al heen geroeid. Maar Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Nou, wat is... Jezus heeft twee dingen voor ons ingesteld, voor ons fysieke lichaam. Ja. Namelijk, dat is de doop, de onderdompeling. En het houden van het verbondsmaal. En het verbondsmaal bestaat uit brood en wijn. Ja. Ja. En dit is de eerste vermelding daarvan. En Jezus verlangt ernaar dat wij dat verbondsmaal met hem houden. En telkens met hem houden. Dus dit is ook een vorm van verbondssluiting. En ook daarin is Melchizedek weer een type, of een profetie van Jezus.
Nou, dan hebben we hoofdstuk 15. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Dus het schild spreekt over bescherming. Het Hebreeuwse woord wat hier voor schild gebruikt wordt, is niet zo'n klein schild, maar als het ware een schild dat je helemaal rondom beschermt. Dat helemaal rond gaat. Je hebt allerlei soorten schilden, die kleine dingetjes. Bakker, net als in Psalm 91. Ja. Ja, het is echt een omvattend schild. En uw loon zeer groot. Oftewel, ik ben jouw rijkdom. Ik ben jouw voorziening. Ik ben degene door wie jij niets tekort komt. Toen zei Abraham, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Dat was een slaaf van hem. Een hele trouwe slaaf, maar dat was het hoofd van zijn huishouden. Was dus geen familie van hem. Verder zei Abraham, zie, u hebt mij geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel, tel de sterren, ja. Als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal u nageslacht, hoort weer te slaan, zaad zijn. En hij geloofde in de Heer, of hij geloofde de Heer, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Ook hier zie je weer een eenzijdig, eeuwigdurend verbond. Ja, dat is waarom ik problemen heb als je over de Genesis tot Malachi spreekt als oude verbond. Waardoor mensen denken van, ja, dat is voorbij, wat daar staat, is voorbij. Tot nu toe hebben we alleen nog maar eenzijdige, eeuwige verbonden tegengekomen. Die niet voorbij gaan. En die niet verbroken zullen worden, maar die uitgevoerd zullen worden. En dan krijg je een verbondsluiting. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven, om u bezit te hebben. Hij zei, Heere, ja, wij dus weer. Waardoor zal ik weten dat ik het in bezit krijg? En dan krijg je verbondsluiting. En dan komt tijdens die verbondsluiting, er wordt een offer gebracht. Valt er een diepe slaap op Abraham? Nou, er zijn ook veel mensen die zien dat ook weer als een type van de dood van Jezus. De tijd dat hij in het graf lag. Dat daar de verbondsluiting plaatsvond. Op die dag sloot de Heer verbond met Abraham. Ik ben weer verder, vers 18. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Eufraat, de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hittieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanieten, de Gerizieten en de Jebusieten. En als je gaat kijken waar die verbleven, dan zie je dat de belofte dus van dat land veel groter is als het huidige Israël. Ja. Dus sowieso vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Nou, dat is het grootste deel van, in ieder geval Jordanië zit erbij, ja. Grootste deel van Irak, grote delen van Syrië, horen allemaal eigenlijk gewoon tot wat aan Israël beloofd is. En dat zal tot stand komen. Nou, dan krijgen we een misverstandje. Sarai die is het wachten een beetje zat en denkt, het komt er niet meer van. En die man van me, die wordt ook een dagje ouder. Ja. En die zegt, nou, die geeft haar slavin aan Abraham om daar het kind voor te brengen. Dan wordt het, Hagar met het kind wordt weggestuurd. En er is sprake dan van de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Maar de engel van de Heere
wordt hier met een hoofdletter geschreven, omdat heel veel Bijbeluitleggers denken dat het Jezus was. Overal waar engel met een hoofdletter geschreven wordt. Ik heb nog niet zo duidelijk waarom dat zo is. Want dan is Ismaël nog niet geboren, dus alleen nog maar zwanger. Maar uiteindelijk geeft hij dan een profetie over Ismaël. En dan staat er in vers 13. En zij gaf de Heere, die tot haar sprak, de naam. U bent de God die naar mij omziet. Het woord Heere hier is weer Yahweh. Dus dat kan je ook weer zien als Jezus. Hij die was, die nu is, wat die was en wat die zal zijn. Dus als je die link legt, want het is nog steeds dezelfde persoon met wie ze communiceert. Dus hier geeft ze hem de naam Yahweh. Dus niet meer de engel van Yahweh, maar ze spreekt hem aan als Yahweh. En dat is denk ik waarom men interpreteert dat de engel des Heren van de Heren hier de Heer is. Ja. Nou, ik had een preek van hem gehoord over Hagar die de woestijn in werd gestuurd. Ja. Toen dacht ik van, wow, dat is best wel een heel verhaal. Dat is best wel een mooie preek erover. Ja. Dat was de kern van de boodschap. Ja, het is al een hele tijd geleden, maar het ging er eigenlijk om dat eigenlijk dat God gewoon genadig is, ook daarvoor, weet je. Ja. Altijd, hij altijd genade is. Ja. En dat hij ook zorgt daarvoor en dat afstemmen, stammelingen, weet je wel. Ja. Als je dat dan ziet en dan denk je van, ja, maar, want ze konden niet wachten en dan heb ik ook weer eens over gehoord van, als je een profetie over je wordt uitgesproken, wacht erop hem. Maar ze werden ongeduldig, ze gingen het zelf doen, weet je. Ja. Ja. En dan komt iets uit, maar dan denk ik van ja, God is gewoon genadig eigenlijk. Ja. Weet je. Ja. Daarom komen er ook zoveel aardig in het geloof. Ja. En Jezus zelf verschijnt in ja. De droom. Ja. Ja. Want hun zijn eigenlijk dus van Ismaël. Ismaël is oorlog. Ja. Ja. Is het ook want groot zal ik uw volk maken, staat er een man. Mooi, hè? Denk ik van wow. Maar toch is het plan van de wet. Ja. Ja. God is wel. Het is eigenlijk heel apart, hè? Heel apart eigenlijk dat zowel Isaac als Ismaël allebei uit één vader zijn voortgekomen. Ja. Ja. Dus als je dan zo'n beeld ziet en je zou het doortrekken, dan zou je op een moment datgene wat vaak moslims zeggen, hè, we hebben allemaal dezelfde God. Hè, als vader, als Abraham als het beeld van God zou zijn, zou je eigenlijk je de vraag moeten stellen, hoe komt het uiteindelijk dat ze, hoewel hun eigen weg gegaan zijn, dat ze vanuit diezelfde vader toch een ander geloof zijn gaan aanhangen. Hè? Terwijl wij als christenen vaak zeggen van, nou ja, onze God is niet Allah vanuit de moslims gezien, hè? Dat wordt vaak gezegd. Terwijl moslims wel vaak dat omgekeerde zeggen. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Zoveel eeuwen later. Ja. En Mohammed natuurlijk dan. Hè? Ja, precies. Want de bron met de zwarte stenen en allerlei honden. Ja. En daar gewoon een bron. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een occultisme gewoon ook. Verblinding eigenlijk ook. Ja, wat ik erover zou willen zeggen is, omdat je in Galaten ziet dat Paulus de conclusie trekt van ze hebben wel dezelfde vader, maar een andere moeder. Ja. En de ene is, is de wet en de andere is de genade. Ja. Dus Sarah is een type, zoals Abraham een type is van geloof, dus Sarah een type van genade en Hagar is een type van de wet, van de slavernij. Dan worden zowel de wet als de genade allebei door God gegeven. Ja. En dus ze komen allebei uit God voort. Alleen de wet maak je niet vrij, alleen de belofte maak je uiteindelijk vrij en niet de wet. Dan kan je de vraag stellen, waarom heeft God dan die wet gegeven? Nou, daar heb ik een heel boekje over geschreven. Met een hele andere mening dan die je van de meeste mensen hoort. Ook een andere mening dan je van Jozef Prins hoort. Welk boek is dat dan? De wet van Mozes, Gods genade-instrument. Ah, oké. Maar in ieder geval kan je ook wel kan je zeggen, ja, het is een fout die ze maakten. Maar je kan ook zeggen van, dat uiteindelijk de wet
is een noodzakelijke voorloper van Christus. Dus als Hagar het type van de wet is, van de slavernij onder de wet, en Sarah van de genade, nou, dan ligt daar ook een link, een geestelijke link tussen, zeg maar, die meer zegt dan alleen maar van, ja, daar komt de Arabier uit voort. En, maar is de tijd nu te kort om dat uit te leggen. Want, ik denk dat we allemaal naar ons warm hebben. Nou, Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond en voor de volhouders die bereid waren om ontberingen te lijden, om deze studie te verdragen. En Vader, u kunt uit alle dingen iets goeds maken, ook hieruit. En dank u wel dat u dat gaat doen. En dank u wel voor alles wat gesproken is. Vader, laat ons meer inzicht krijgen in de diepte en de rijkdom van uw woord. En van wie Jezus Christus is en hoe hij voorkomen in het woord vervlochten is en geopenbaard wordt. En zo zegen ik iedereen met wijsheid, inzicht en verstand, goede nachtrust en ja, over 2 weken weer. Whatever things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think dead. Whatever things are good, whatever things are pure, whatever things are lovely, think dead. Keep your heart